Macrini. Ja. Een veel leukere wedstrijd dan we vooraf hadden gedacht. Nou ja, dat geldt voor jou natuurlijk totaal niet. Hoe groot is deze teleurstelling? Ja, ja, groot. Ik had het net met Mario Been ook al over. Het verschil was te groot eerst en tweede helft. De eerste helft doen we het gewoon ja, behoorlijk, vrij goed. De tweede helft kwamen we er gewoon niet meer uit. Ja, het was, ja, de goals vallen ook weer veel te makkelijk. Ja, dan verlies je gewoon terecht, denk ik. En dan blijft die tweede helft vooral hangen, hè? Ja, ja, precies. Kijk, je moet het gewoon, ja, je moet het gewoon op een gegeven moment sta je voor, moet je het gewoon de punten pakken. Maar ja, tweede helft kwamen er echt gewoon helemaal niet uit. Ze bleven onder druk. Ze kregen kans op kans. Ja, dan vallen ze heel makkelijk ook nog. Lag dat aan de wissel die zij in de rust doorvoerde? Aan Beugelsdijk er weer in en Bakker weer terug op het middenveld? Ja, dat weet ik niet. Qua tactisch speelden ze gewoon hetzelfde. Ze schoven alleen, hoe heet dat, door Danny Bakker volgens mij schoven ze door. Ja. En dan een wat sterkere jongen achterin op Danny Sahin, denk ik. Maar voor de rest bleef het allemaal hetzelfde. En ja, we moeten er gewoon meer mee doen en dat deden we niet. Ja, want jullie komen uit die startblok, hè? Ja, we begonnen goed. We zaten er bovenop. Ze wisten het niet in het begin. Ja, dan valt eigenlijk die goal van hun die valt eigenlijk best makkelijk, vind ik. Ze laten hem zo lopen en dan tikt hij hem binnen. Ja, dan ja, helaas tweede helft hebben we het echt helemaal weggegeven. Dat vind ik wel jammer. Vorige week geef je een voorsprong weg, dan haal je nog een puntje. Nu dus niks. Ja, wat is dat? Hoe kijk je ernaar? Het is moeilijk, maar we moeten gewoon verder. We moeten gewoon verder. Zaterdag hebben we gewoon weer een heel belangrijke wedstrijd. We moeten door. We moeten, ja, vandaag helaas niet gelukt, maar we moeten gaan met z'n allen en niet opgeven. Zaterdag een belangrijke en een hele mooie speciale wedstrijd, hè, VVV? Ja, ja, zeker. Het is een derby ook nog. En ja, voor ons tellen alleen maar de punten om daar onderweg te komen. Dankjewel. Succes. Merci. Ja, die voorsprong weggeven, dat doet Roda dan twee weken op rij. En nu met grotere gevolgen dan vorige week. Ja, wat zegt dat over een ploeg? Kun je daar iets over zeggen, iets zinnigs?